Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Misschien wisten jullie dit al van mij, maar ik ben een echte opruimfreak. Ik hou ervan om dingen georganiseerd te ordenen. Mijn kamer is 9 van de 10 keer echt mega opgeruimd. Of het is een heel klein beetje rommelig, maar het is eigenlijk bijna nooit echt een zwijnenstal. Ik kreeg heel vaak van jullie de vraag of ik een opruimvideo wilde maken. Dus hierbij de opruimvideo. Voordat ik ga beginnen met opruimen, wil ik eerst aan jullie vragen of jullie al geabonneerd zijn op mijn kanaal. Zo niet, doe dat dan snel en klik ook gelijk op het belletje. Want dan krijg je een notificatie zodra ik een nieuwe video upload. In deze video ga ik een aantal tips met jullie delen. Hoe je het nou op een gemakkelijke manier kan opruimen. De dingen die ik zelf toepas tijdens het opruimen. En naast dat ga ik samen met jullie mijn kledingkast opruimen. Want dat moest ook gebeuren. Ik zeg het er alvast bij. Ik heb niet zoveel ruimte om mijn kleding in op te bergen. Ik heb 1 kledingkast. En hier en daar heb ik in mijn kamer ook nog wel wat opbergruimte. Maar ik heb het gewoon zo slim mogelijk ingedeeld. En hier moet ik gewoon mee werken. Mijn eerste opruimtip. Als je gaat beginnen met opruimen. Haal dan eerst alles uit je kledingkast. En gooi dat allemaal op je bed. Nu heb ik niet zoveel ruimte in mijn kamer. En heb ik wel een 2-persoonsbed. Maar is het niet mega groot. Dus ik begin in delen. Dus ik pak eerst alle dingen die hangen aan mijn kast. Dat sorteer ik. En maak ik een keuze van. En dan ga ik vervolgens verder met de andere dingen. Maar wat gewoon het handigst is. Is gewoon om de hele inhoud van je kledingkast bij elkaar te doen. Want dan weet je tenminste hoeveel je hebt. Vervolgens raad ik je aan om verschillende stapels te maken. Een stapel met dingen die je sowieso wilt houden. Gewoon de items die je met heel veel liefde draagt. En dan een stapel waarvan je zeker weet dat die kledingstukken weg kunnen. En die stapel kan je ook weer onderverdelen in 2 stapels. Namelijk een doneerstapel en een mogelijke verkoopstapel. Want soms heb je nog wel kledingitems die nog wel heel mooi eruit zien. Waarvan je zeker weet dat je het toch niet gaat dragen. En dan kan je ervoor kiezen om ze te verkopen. Bijvoorbeeld op United Wardrobe. Of je kan een closet sale houden. En ik weet eigenlijk niet of deze stapel heel erg nodig is. Maar voor mij is het wel heel erg fijn. Namelijk de twijfelstapel. Ik ben een persoon die heel erg twijfelt of ik dingen wil houden of weg wil doen. Dus ja, als ik echt twijfels heb, dan doe ik het op de twijfelstapel. En dan bepaal ik op dat moment of ik het wil houden of niet. En misschien kan ik er nog wel leuke outfitcombinaties mee maken. Maar de twijfelstapel is er meer als je het, als je het echt niet weet. Misschien kennen jullie wel de Marie Kondo techniek. Of nou ja, die persoon. De laatste tijd komt ze heel vaak op het internet voor. Mocht je niet weten wie Marie Kondo is, zoek haar even op. Zij is de deskundige in opruimen, dingen vouwen. Noem maar op. Maar wat zij altijd zegt, does it spark joy? Of iets in die richting. Dus word je er gelukkig van? Kijk, ik ben niet een persoon die elk item vasthoudt en denkt, oh ja, hier word ik gelukkig van. Maar vaak weet je dat wel. Wat voor items draag je echt regelmatig? Ja, die moeten in je kast blijven. Maar er zijn vast wel items die je echt letterlijk waarschijnlijk maanden, jaren niet meer hebt aangeraakt. Ga even bij jezelf na en bedenk of je dat kledingstuk de aankomende maanden zal gaan dragen. Ja of nee, is dat niet het geval? Doe het dan weg. Ik heb ook items gehad, misschien nog steeds wel, waar ik me gewoon niet comfortabel in voel. Die items kunnen gewoon lekker je kast uit. Want je wilt juist de kleding dragen waar je goed in voelt. Dus dat is mijn advies. Trek desnoods alle items aan die je in je kledingkast hebt hangen. Ik heb broeken gehad die echt maandenlang in mijn kast lagen. Maar die had ik nooit meer aan. En ik paste ze op een gegeven moment niet meer. En dat is weer zonde van de ruimte. Een regel die ik met mezelf heb afgesproken. Iets erin is iets eruit. Ik zit in de luxe positie dat ik kan zeggen dat ik regelmatig kleding van bedrijven opgestuurd krijg. En dat is super chill, want dan hoef ik zelf geen kleding te kopen. En dat is ook een vorm van, ja, een inkomstenbron. In plaats van dat ik in geld word uitbetaald, dan krijg ik kleding van bedrijven. Maar ja, als ik iets nieuws krijg, dan moet er ook iets eruit. Want anders heb ik geen ruimte. Weet je wat ik ook vaak doe? Ik geef mijn kleding soms ook gewoon aan mijn moeder. Want mijn moeder heeft ongeveer dezelfde maat als ik. En dan kan ik haar ook weer blij maken met items of ik doneer het. Mocht je er echt niet uitkomen, dan heb ik een checklist gemaakt die je kan gebruiken als je je kast gaat opruimen. Een link van de checklist zal ik hieronder in de beschrijving zetten, want dan kan je hem downloaden. En omdat ik echt een opbergfreak ben, vind ik het heel chill als alles gewoon zijn plekje heeft. Vaak speel ik nog wel met waar mijn schoenen staan of waar mijn ondergoed zit. Ik probeer altijd wel wat dingen uit, maar ik vind het wel fijn als het gewoon zijn plekje heeft. En niet dat daar een beetje ondergoed ligt en daar een beetje ondergoed. Nee, alles heeft zijn plek. Ik heb gemerkt dat ik het heel fijn vind om mijn ondergoed in zo'n soort systeem op te bergen. Dit komt allemaal van de IKEA, dit kleine bakje. Daar doe ik mijn ondergoed in. Dus echt mijn onderbroeken, eventueel BH's. Maar eigenlijk heb ik ook nog
een andere mand voor BH's en bralettes. En ik probeer eigenlijk te minimaliseren met alles. Natuurlijk heb je veel ondergoed nodig, maar ik wil niet te veel hebben. Want het komt heel vaak bij mij voor dat dit helemaal overhoop is. Dus hier is plek voor ondergoed. En hier maak ik dan ruimte voor sokken. Ik ben echt helemaal obsessief met deze opbergrekjes van de IKEA. Zoals je misschien kan zien is de ruimte die je tussen de planken ziet best wel groot. En dat vind ik een beetje onpraktisch. Dus vandaar dat ik twee van die rekken heb. De tweede zie je niet. Daaronder. En zo kan ik meer in mijn kast opbergen. We hebben hier de kleding van mijn vriend. Want als hij hier is, heeft hij gewoon zijn eigen kleding. Dan heb ik hier wat t-shirts en tassen. Ik heb de laatste tijd echt een hele grote tassenobsessie. Dus ik blijf maar tassen verzamelen. Daaronder heb ik broekjes en rokjes. En helemaal daaronder, in het zwarte gat bijna, liggen allemaal spijkerbroeken, pantalons, flare pants, allemaal broeken. En helemaal onderop, wat bijna niet te zien is, zit een mand. En daarin zitten truien, sportkleding, zwemkleding. Eigenlijk items die ik bijna nooit pak. Iets waar ik echt niet meer zonder kan leven zijn deurhaken. Hiermee kan je bijvoorbeeld je riemen aan ophangen. Zo. En boven mijn kast heb ik nog drie opbergbakken. En in die bakken zitten nog wat zomeritems. Want ik heb die zomeritems nog niet in mijn kast gedaan. En items die ik minder vaak nodig heb, die berg ik ook bovenop. Love deze bakken. Laat vooral hieronder in de reacties weten of jij tijdens deze video ook bent bezig opruimen. En wat jouw ideale opruimtip is. Misschien kunnen we elkaar helpen. Mocht jij nog een tip voor mij hebben, laat het dan ook vooral weten. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En doe vooral een duimpje omhoog. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!